Vermoeidheid, concentratieproblemen, onzekerheid en angst- en paniekklachten. Het zijn enkele symptomen van een burn-out. Veel mensen die hiermee te maken hebben, voelen zich niet altijd even serieus genomen. Zo ook Gayane uit Malden. Zij heeft jarenlang een burn-out gehad en wil het onderwerp graag bespreekbaar maken. Dat doet ze door een documentaire die begin volgend jaar te zien is. Zondagmiddag hield Gayane een theatervoorstelling in de Lindenberg en daar waren alvast stukjes van de docu te zien. April 2017. 's Ochtends vroeg ging naar mijn werk toe. En zo begon Gayane aan haar eenmalige theatervoorstelling. Ze hield een monoloog over haar burn-out-periode. De voornaamste aanleiding hiervoor was omdat Gayane in haar omgeving merkte dat niet iedereen snapte wat een burn-out met je doet. Wat zeiden mensen dan? Nou, zo van ja, maar dat is gewoon dat je gewoon geen zin in hebt. Je hebt geen zin om iets te doen of je hebt geen zin om te koken. Denk ik, ja, nee, dat is het niet. Je kan het niet. Ik kan niet koken, bijvoorbeeld. Ik kan niet lezen. Het gaat er niet om dat ik er geen zin in heb. Maar dat gaat werkelijk niet. Gayane heeft het de afgelopen jaren erg moeilijk gehad. Nou, ik had geen controle over mijn emoties. Mijn ademhaling was niet goed. Ik was enorm aan het piekeren. Ik wist dat er een en ander aan de hand was. Ik kon op een gegeven moment niks meer. Ik lees graag, maar dat ging niet. Elke letter, als ik een boek opendeed, werkelijk elke letter was te veel. Burn-out is ontstaan door privéomstandigheden. Nou, burn-out ontstaat door samenloop van omstandigheden, dus niet aan één ding. Ik wist dat het bij mij, ja, ik zat niet zo lekker in mijn vel. Was niet zakelijk, wel privé gerelateerd. Ik heb mezelf te lang weggecijferd. Ik heb te lang over mijn eigen grenzen heen gegaan. Nou, ik kende mijn grenzen eigenlijk ook niet. Hoe ben je uiteindelijk uit die burn-out gekomen? Ik heb een aantal therapieën gehad. Uiteindelijk heeft het ongeveer anderhalf jaar geduurd dat ik eruit was. Nou, alles een beetje van de therapieën, maar zelf om te kijken of van wat mis ik nog. Om dat toe te voegen en heeft me geholpen om eruit te komen.